Hallo, 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 hallo. Jij blijft de auto staan, met je naar mij toe gereden. Naar mij toe gereden. Ah, meneer Bromet. Hallo. Wat een eer. Wat een eer om u hier te hebben. Het is Frans Bromet. Het is de echte. Dames en heren. Het is de echte. Oh, hartstikke leuk. Frans, Frans, Frans. Heel erg blijven staan. En Laura ook. Laura. De foto. Het is een echt. Laura. Kom even bij. En we zien de auto met je dochter. En ik wil Laura ook zien. Even. Ik zie hem mooi lachen. Even naar Laura. Even glimlachen. Ja, dat is zeker leuk. Hallo. Het zijn de staatsen. Vanavond bij de première van Alles van Waarde. Wat verwacht u van deze film? Voor Areopagus hebben we de muurschilderingen ook in Ilpendam gedaan. En van daaruit kennen we meneer Bromet die de film gemaakt heeft. En zijn dochters hebben we ook kennis meegemaakt. En dat sprak ons zo aan dat we hoge verwachtingen van deze film hebben. Ik wens ik u heel veel plezier vanavond. Dank u. Naast mij staat meneer Fred Holthuis. Welkom op deze première. Wat gaat u verwachten van deze film? Nou, ik verwacht daarvan dat het in eerste plaats een première voor de Waterlanders. Dat vind ik heel fideel. Dat Frans en Laura Bromet dat gedaan hebben. Of dat willen doen. En ik heb gehoord dat hij heel goed ontvangen is, deze film, op het IFA. En dat hij dus in de Nederlandse bioscopen gedraaid wordt. Op zichzelf is dat al een prestatie. En verder heb ik Laura in de gemeenteraad van Monnikendam meegemaakt. En ik ben benieuwd hoe haar vader haar dus portretteert en hoe dat gaat. Ik ben heel nieuwsgierig naar deze avond dus eigenlijk. Precies, ja. Dat zijn de woorden. Hartelijk welkom vanavond in De Bolder, het sociaal-culturele centrum van Waterland. Ja, op de naam is nog niet bezuinigd. Ook namens Kerkplein Waterland, dat is een soort van confessionele bastaard van Areopagus. Dit is mevrouw Johanna Klo, directrice al hier, en ik ben Riks Hogekamp, een soort scharrelende geestelijke in Waterland. Nou, leuk. Het is wel leuk om je vader een keer op je werk te hebben. Ja, wie heeft dat nou? Wie heeft het nou, ja. Zeer dat je voor elke soort zaak een telefoonnummer inricht waar je gewoon een mens aan de telefoon krijgt. We hebben 200.000 klantcontacten per maand. Ja, toen zat je nog niet in de politiek. Nee, ik was gewoon burger en ik dacht, laat ik me er eens tegenaan gaan bemoeien, want niemand komt op het idee, ja. Dus laat ik dat dan doen. Ja. En dat is toen overgenomen door... Ja, de raad was eigenlijk zo om, die vond het ook een hartstikke goed idee. Ja. En de mensen die boos zijn verzamelen zich onder de vlag van de PVV. Ja, nee, ik vind het gewoon, ik snap het niet. Ik snap niet dat je alleen maar een anti-geluid laat horen zonder dat je ook probeert om iets te veranderen. Nou, als je machteloos bent, wat kan je nou doen aan die ontmenselijking? Nou, gewoon meedoen, al begin je in je eigen straat. Wat vindt u tot nu toe van de film? Nou, ik herken veel van Frans Bromet zijn films die natuurlijk op de televisie zien. En... ja, ik moet de rest nog zien. Ik ben nog niet helemaal... ik wist ook niet precies wat me te wachten stond. Ja. Dus dat is misschien ook een beetje... moet het nog even verder zien. Dus u bent wel benieuwd naar de tweede helft? Ik ben wel benieuwd naar de tweede helft, ja. Wens ik u nog heel veel kijkplezier. Dankjewel. Ja, het is een leuke familiefilm, hè? Ja, en wat er precies de boodschap gaat worden, dat weet ik nog niet. Of het nou alleen maar dus bureaucratie is en management... Wat is hier de boosdoener? Ik wou ook wel graag nog even zien dan wat daar voor een oplossing gegeven wordt. Om die managers of beter op te leiden of ze af te danken, een van beiden, maar zoiets. Dus we verwachten eigenlijk een oplossing aan het eind van deze documentaire? Ja, dat vind ik wel een beetje hoor. Ja, ja, anders dan wordt het een erg negatieve film dan. Hè? Maar zou er een oplossing zijn voor deze problematiek eigenlijk? Dat vind ik, daar moeten zij over nagedacht hebben. En vooral zij van GroenLinks, die moet daar ideeën over hebben. Ja. Hè? Daarvoor zit ze in de Kamer. Yes.
Ja. Hoe vindt u de film tot zover? Ik vind het heel erg leuk. En ik vind juist ook de verschillen die naar voren komen van meneer Bromet, die toch het wat pessimistisch ziet en wat aan het somberen is, maar zo is zijn aard. En dan Laura daartegenover, die daar toch wel positieve dingen in ziet. Maar ja, een groot deel van de registratie is ook wel juist de opmerkingen die gemaakt worden. Aan de ene kant van waarom is er zo weinig tijd in de zorg beschikbaar. En aan de andere kant dat je in de politiek gewoon heel veel tijd nodig hebt om veranderingen tot stand te brengen. Want je kunt het nooit alleen. De contrasten zijn heel goed zichtbaar, ja, ook in deze film. Maar ook dus herkenbaar. En dat maakt het natuurlijk ook wel heel goed gewoon. Het is niet een ver van mijn bedshow. Nee, het is de realiteit waar je ook van horen zeggen of zelf mee te maken hebt. Meneer, mag ik even naast komen zitten? Ja, zeker. Hoe vindt u de film tot zover? Ja, ik vind het heel leuk. En ik vrees dat ik ook zo'n manager ben. Ja? Dus af en toe zou ik wel even wat willen zeggen, maar ik snap het allemaal wel natuurlijk. Dus het is wel herkenbaar? Ik snap de frustratie ook wel, ja. Ja hoor. Maar u als manager, dus denkt u dat er daar verandering in komt? Zou u daar verandering in kunnen aanbrengen? Dit gaat nooit veranderen. Dit gaat nooit. Dit is van alle tijden. En dat blijft ook altijd zo. En het enige wat je kunt proberen, wat ik ook probeer, is om in mijn eigen kleine kring de frustratie minimaal te maken. En mensen binnen allerlei regels die er zijn en moeten zijn, ruimte te geven om hun vak uit te oefenen, om professional te zijn, om plezier te hebben. Maar in een organisatie waar mensen met elkaar samenwerken, heb je gewoon regels nodig. En bezuinigingen en zo, het is allemaal ellende, maar ja. Het is ook de realiteit. En het blijft schipperen. Het enige wat je kan proberen is binnen die marges het zo leuk mogelijk te maken. En het op zijn Cohens gezegd de boel bij elkaar te houden. En het zijn allemaal een beetje van die polderachtige overwegingen. Maar ik denk dat het ons voorland, zo is het. Als je een groepje mensen bij elkaar stopt, heb je altijd dit soort gedoe. Moet je regeltjes maken. Hebben sommige mensen meer last van dan anderen. En het is niet anders. Hartelijk dank voor uw mening. En ik hoop dat uw mening misschien nog iets bijgesteld wordt in de tweede helft. Oké, ja, het zou kunnen. Ik ken de opbouw van de film natuurlijk niet. Dus het zou nog kunnen, ja. Heel veel kijkplezier. Oké, dankjewel. En het is ook een soort machteloosheid. Want kijk, ik denk als ik boos word over iets van, ik ga de politiek in en ik ga het proberen te veranderen. Maar een heleboel mensen die keren zich juist af van de politiek. Die vinden dat het niet voor ze geregeld wordt. En die worden dan alleen maar boos. Ja. Maar dat vind ik, daar heb je niks aan. Daar heb je niks aan, maar in de politiek gaan, daar heb je ook niet veel aan. Want er zijn processen die je doet het met een heleboel mensen en je moet met hele kleine stapjes tevreden zijn. Dus als je dat niet meer kan zijn, dan moet je er ook mee ophouden. Maar het is mijn eer te na, want als ik het niet doe, wie doet het dan? Dan moeten toch mensen zijn die het land moeten leiden. Ja. Oh. In een van mijn eerste films van 40 jaar geleden liet ik zien hoe ons jonge gezin zich genesteld had op het platteland. Anita en ik waren allebei stadskinderen uit Amsterdam-West. Ons bouwvallige huurhuisje verbouwden we een jaar lang en helemaal eigenhandig, omdat we totaal geen geld hadden om het te maken. Winnaars zou ik nu bekendmaken. De winnaars zijn Frans Bromet. Laura Bromet. Sylvia Bromet. En dan nog een naam die ik helemaal vergeten ben, Julie van Traan. Hoe is het om een film met je vader te maken over jou eigenlijk? Hè? Want het gaat eigenlijk over jou, of niet? Ja, maar ik had het niet in de gaten toen we aan het filmen waren. Dus ik wist wel dat ik een rol speelde, maar niet dat die film helemaal over mij zou gaan.
Dus ik ben heel trots op het resultaat. Ik vind het een hele mooie film geworden. Sylvia, wat is jouw aandeel in de film? Nou, Frans heeft alles gefilmd en daarna is bij mij terechtgekomen. Toen heb ik er een verhaal van gemaakt, van al het materiaal. Dus dat is wat ik gedaan heb. Van 80 draaidagen terug naar 1,5 uur. Dus zonder jou geen film? Nee, inderdaad. Hoe lang zijn jullie hiermee bezig geweest? Nou, filmen denk ik 2 jaar of 1,5 jaar. En daarna, maar af en toe eventjes. En daarna heeft zij 1,5 jaar gemonteerd. Ja. Hè? Dus, En hoe kom je nou op het idee? Ja, kom je, dat groeit langzaam maar zeker. Is dat je ergernis? Ja, het is mijn boosheid. Is dat wel uiteindelijk die... Het uitgangspunt was bij de film. En lucht het nou op, al die boosheid op de film te zien, om dat te ventileren? Is er iets van opluchting? Ja, dat lucht wel op, ja. Ja. Ik ben niets minder boos. Nou, als ik die manager zie, dan word ik weer boos. Dat is wel zo. En als ik in die zaal zie dat iedereen gele papiertjes opsteekt om te laten merken dat ze het veel meer eens zijn met Laura dan met mij, dan word ik ook wel weer boos.